Welkom bij de Eetrust podcast, de podcast voor vrouwen die klaar zijn om zichzelf te bevrijden van eetbuien en emotie eten en te kiezen voor een ontspannen relatie met eten. En ik heb het al eerder gezegd, maar ik zeg het nog een keer, de focus ligt op rust en niet zozeer op eten. En rust gaat met name over een stuk persoonlijke ontwikkeling, want er is iets wat jouw innerlijke rust verstoort, waardoor je vlucht in eten. En precies die stressoren en die onderliggende patronen, dat is mijn werkgebied. Toen ik op de middelbare school zat, had ik een hele excentrieke leraar voor Nederlands. En zijn naam was meneer Pijpers. Nou, alleen al die naam, als je puber bent, zorgde voor grote hilariteit onder ons als leerlingen. En bij meneer Pijpers in de klas mocht je snoep eten. Maar als je dan, als hij een vraag aan je stelde en je moest antwoord geven en je had snoep in je mond, dan kreeg je strafwerk. En zijn strafwerk was altijd heel cool, want dan bedacht hij een belachelijk lange, lachwekkende zin die je dan bijvoorbeeld in 7 kleuren en in een hele ronde vorm moest opschrijven. En als je dat dan klaar had, dan hing die dat in het strafwerkmuseum. Nou, alleen dat maakte het dus al leuk om een keer strafwerk te krijgen, want dan kwam je in het strafwerkmuseum te hangen. Nou, en op een dag, ik denk dat ik in de tweede klas zat of zo, de tweede of de derde van de middelbare school, toen legde hij allemaal blaadjes neer op onze tafel. En zei hij, zometeen draai je het blad om en dan ga je een opstel schrijven hierover. Dus wij draaiden het blad om. En wat stond er op dat blad? Een klein stipje in het midden. Nou, ik weet niet meer wat ik dacht, maar in ieder geval, ik kan me zo voorstellen dat ik het ook raar vond om een opstel te schrijven over een zwart stipje. Maar goed, ik denk dat ik ben gaan schrijven. En wat ik me nog kan herinneren is dat hij aan het einde van de les alle opstellen verzamelde en ze zo een beetje doorbladeren. En dat hij zoiets zei in de trant van, dat is dus eigenlijk heel apart. Want jullie hebben allemaal geschreven over dat kleine zwarte stipje en niemand heeft geschreven over de rest van dat mooie witte blad. Nou, dat was best wel heftig. Maar weet je wat het is? Dit is hoe wij leven, hoe het grootste gedeelte van de mensen leeft. Dus de kans is heel groot dat dit ook voor jou geldt. Dat je gefocust bent op dat kleine zwarte stipje van wat je allemaal niet wil of wat je stoort of wat, ja, eigenlijk een soort onderbreking is van wat je wil. Terwijl je goud ligt daar buiten. Bij al het andere wat er ook is, maar waar je niet van bewust bent. Als je trouwens op de achtergrond een ontzettend irritant geluid hoort, sorry daarvoor, maar ze zijn hier al dagen bezig met de graskanten in de straat te snoeien. En dat gaat met een hoop geweld gepaard. Dus sorry daarvoor. Maar goed, die zwarte stip dus. Dus besef, hè, als je zo'n blad voor je ziet met een zwarte stip in het midden, dan is dat waar je op gericht bent. Maar het is niet alles wat er is. Jij bent er alleen op gefocust, hè, dat stipje. En dat is best grappig, want als je erover nadenkt, een beetje afhankelijk van hoe groot het stipje is, maar als het gewoon alleen maar 1 pennenstipje is, dan is het misschien maar 1/1000ste of zelfs 1/10000ste deel van dat hele oppervlak. Maar wat we dus doen, is dat oppervlakte nemen we als een gegeven. Hè? Dat is er nou eenmaal en dat vinden we dan een soort van normaal. Maar dat ene stipje, dat valt dan op omdat de rest wit is en we dat als uitgangspunt genomen hebben. Dus dat stipje springt eruit doordat hij zich onderscheidt van de rest. Maar hoe zou het nou zijn als je eens in je eigen leven gaat kijken waar jij gefocust bent op de stip in plaats van op alles wat er nog meer is? Hoe zou het zijn wanneer je je focus gaat weghalen
van die kleine zwarte stippen en je gaat focussen op alles wat jij tot nu toe hebt beschouwd als een gegeven, maar wat er ook is. Want die focus verleggen naar dat grote witte vel waar allerlei andere mogelijkheden open liggen, maar waar jij nog geen aandacht voor hebt, dat is dus wat ik ook doe in mijn werk. In mijn online eetrustprogramma, maar bijvoorbeeld ook in de familieopstellingen en in de 1-op-1 trajecten, is wat ik doe, het zichtbaar maken van wat jij tot nu niet zag. En waarom? Omdat daar je goud ligt. En tot nu toe ben je zelf nog niet in staat geweest om dat te zien en om te ervaren welke mogelijkheden je allemaal nog meer hebt. En dat is natuurlijk heel logisch, want je zit vast in je eigen verhaal, in je eigen filters en zo heb je je eigen realiteit gecreëerd. En als je zelf in het potje zit, dan kan je niet zien wat er op het dekseltje staat. En ik spreek echt uit eigen ervaring, want ik laat mijzelf ook coachen. Ik zit natuurlijk voor mijzelf ook in mijn eigen bullshit verhaal en in mijn eigen overtuigingen. En dat is precies de reden dat ik mijzelf ook laat coachen. Waarom? Je ziet zelf niet wat je niet ziet. Hè? En ik ben ontzettend belezen en ik steek heel veel tijd in leren en persoonlijke ontwikkeling. Maar toch kan je maar beperkt leren uit een boek of geïnspireerd raken door een podcast. Want uiteindelijk wat je nodig hebt is transformatie. En mijn ervaring is dat keer op keer bij mij ook coaches net even een ander perspectief geven of me net eventjes iets, een spiegel voor me houden die soms super confronterend is. Hè? Ik bedoel, het is heus niet alleen maar leuk, maar het betekent wel dat je uit je verhaal kan breken wat jij je realiteit noemt. En ik vind dat een verrijking van mijn leven, omdat het zorgt voor een zee aan nieuwe mogelijkheden. Wat ook betekent dat je andere keuzes kan maken voor jezelf. En dat is nou precies wat ik vrijheid noem. Opties hebben, zodat je kan bijsturen, zodat je flexibel bent en jezelf kan bewegen in de richting die jij wilt. Want als je maar één optie hebt, één optie is geen optie. Terwijl als je vastzit in belemmeringen, als er in jou een bevroren innerlijk kind zit, wat ooit een overtuiging heeft opgedaan, omdat ze niet anders kon, hè, op dat moment. Want het gaat nooit over schuld, maar dan is het wel tijd om dat kind te gaan ontdooien. Want met één optie of één blik op de realiteit ga je je nooit vrij voelen. Dan blijf je altijd in de beperking zitten van de tunnelvisie die je zelf gecreëerd hebt. Weliswaar was dat ooit een creatie om een goede reden voor jou, want je kon niet anders. Maar nu ben je volwassen en nu heb je keuze. En de keuze is, laat je dat bevroren kind daar lekker zitten. Maar weet dan dat zij ook nooit mee gaat opgroeien met jou naar de volwassen versie van jou. Of ga je door de weerstand heen die je waarschijnlijk voelt. Hè? Want het kan best spannend voelen om uit je patroon te breken. Hè? Een patroon hoeft niet comfortabel te zijn, maar je doet het wel al lang. Maar als je daar naartoe gaat en als je door die weerstand heen breekt, dan ga je wel opties creëren. En dan bevrijd je eigenlijk dat beperkte stuk in jezelf en stuur je daar als het ware weer nieuwe zuurstof naartoe. Dus wat mij betreft komt daar ook de uitdrukking opgelucht ademhalen. Dus gun jouw innerlijk kind ook die opgeluchte ademhaling, zodat je opties krijgt en dat je keuzes kan maken. Want alleen dan kan je vrije keuze maken, anders blijf je slaaf van je overlevingsmechanisme. Dus denk jij nou, dat lijkt me fantastisch om mijn innerlijk kind te ontdooien, of ik loop tegen belemmeringen aan en het is echt tijd om daarmee aan de slag te gaan. De manier waarop ik werk is, ik heb een eetrustprogramma. Dat zijn dus eigenlijk is een programma voor als je merkt dat je eetgedrag beïnvloed wordt door allerlei triggers. Hè? Dat je het gevoel hebt dat je moet eten, dat je niet kan stoppen voordat de verpakking leeg is. Dat je eten nodig hebt voor de troost, om tot rust te komen, om jezelf af te leiden.
Dat gaat eigenlijk allemaal over een bepaalde overlevingsstrategie die jij jezelf hebt aangeleerd en waar je nu eten voor inzet als strategie. Maar ook bijvoorbeeld een familieopstelling waarbij onzichtbare dynamieken op de achtergrond heel veel invloed op jou hebben. En er is ook een mogelijkheid om samen met mij als jouw reisgids op zoek te gaan naar je goud in een 1-op-1 traject. Dus denk je nu, oké, dat is wat voor mij. Kijk op mijn website, ik deel de link in de aflevering hieronder. Plan een vrijblijvende belafspraak in en laten we gewoon sparren over waar jij behoefte aan hebt. Ik hoop dat ik je met deze aflevering geïnspireerd heb om te kijken wat er nog meer is, om jezelf te gunnen om meer opties te krijgen, hè, dus meer vrijheid te ervaren. En ik zeg het nog maar een keer, inspiratie en informatie is hartstikke goed en dat helpt je bij bewustwording. Maar wat je nodig hebt om daadwerkelijk verandering in gang te zetten, is transformatie. Dus door de weerstand heen, want daarachter ligt je goud. Zorg goed voor jezelf.